Prostaatkanker is de meest voorkomende soort kanker bij mannen in Nederland. Ieder jaar overlijden er bijna 3000 mannen aan. Er wordt daarom voortdurend gezocht naar nieuwe behandelopties. Radiotherapie is de behandeling waarbij radioactieve straling wordt gebruikt om het DNA in de kankercellen te beschadigen en op die manier een tumor stukje bij beetje af te breken. Die bestraling gebeurt bij radiotherapie meestal van buiten het lichaam, gericht op het gebied rond de tumor. Naast radiotherapie bestaat er ook zoiets als nucleaire geneeskunde. Hierbij worden patiënten van binnenuit bestraald door radioactieve deeltjes via een infuus in het lichaam te spuiten. Die deeltjes, radionucliden genoemd, worden gekoppeld aan een eiwit dat zich in hoge concentratie hecht aan de plekken in het lichaam waar zich kankercellen bevinden. Zo brengt het eiwit de radionucliden precies waar ze nodig zijn. Niet alleen in de tumor, maar ook in alle uitzaaiingen. Of deze nu in organen, lymfeklieren of botten zitten. De radionucliden hechten zich dus specifiek aan kankercellen en maken ze radioactief. Deze methodiek wordt al langer gebruikt bij het opsporen van kankercellen. Een dragend eiwit wordt licht radioactief gemaakt met een stof die dankzij een speciale camera makkelijk te zien is. Op die manier kunnen tumorcellen worden opgespoord. Wanneer die drager veel sterker radioactief wordt gemaakt, kan het de tumorcellen niet alleen vindbaar maken, maar ook vernietigen. Voor prostaatkanker wordt als drager PSMA gebruikt. Prostaatspecifiek membraanantigeen. PSMA hecht zich behoorlijk specifiek aan prostaatkankercellen, maar heeft daarnaast de neiging zich ook op te hopen in de speekselklieren en beenmerg, waardoor die ongewild ook bestraald worden. Dat levert vervelende bijwerkingen op. Een droge mond, nauwelijks speekselproductie en niet goed kunnen eten. Dat is de reden dat dokter Tessa Brabander van het Erasmus MC een zogeheten dosisvindingsonderzoek is gestart. Ze onderzoekt welke dosis precies hoog genoeg is om de kanker te bestrijden, maar waarbij de bijwerkingen tot een acceptabel niveau worden ingeperkt. In het onderzoek worden 30 uitbehandelde patiënten geselecteerd. Zij krijgen het middel 2 maal toegediend met een tussenpoos van 8 weken. Eerst 3 patiënten met een lage dosis. Ze blijven dan een nacht in het ziekenhuis en worden continu gemonitord. Als er geen bijwerkingen zijn, wordt de dosis verhoogd en worden 3 nieuwe patiënten toegevoegd. Op die manier kan uiteindelijk de optimale dosis worden vastgesteld. Het werken met een sterk radioactieve alfa-straler als actinium-225 PSMA, zoals de stof heet, vereist nogal wat speciale voorzieningen. Voor het radioactief maken van PSMA moeten laboratoria en medewerkers aan extra eisen voldoen. En het toedienen moet gebeuren in een speciale therapieafdeling, waarbij het radioactieve afval veilig wordt verwerkt en opgeslagen. Het Erasmus MC is op dit moment het enige medisch centrum in Nederland dat over deze voorzieningen beschikt. Hoewel alle patiënten in dit onderzoek zijn uitbehandeld en dus niet meer genezen kunnen worden, zal deze nieuwe, veelbelovende behandeling het leven verlengen en zorgen voor minder pijnklachten bij patiënten met uitzaaiingen. Hierdoor zal dus ook de kwaliteit van leven verbeteren, wat erg belangrijk is voor patiënten in hun laatste levensfase. Daar levert dit project een belangrijke bijdrage aan.